naam is Colinne Verdal, 26-jarige illustrator en animator uit 's-Hertogenbosch. In 2014 studeerde ik af aan het Sint Joost als illustrator. Mijn illustraties zijn kleurrijk, bewegelijk en vol eigenwijze karakters. In de vormgeving van mijn illustraties zoek ik altijd naar de balans tussen mijn schetsmatige lijnen en kleurvormen. Bij elk verhaal is die balans weer anders. En dat komt omdat het afhangt van de doelgroep en de sfeer van het verhaal. Mijn illustraties zijn een collage aan veel verschillende soorten technieken. De lijnen worden opgebouwd door potlood, balpen of inkt. De kleurvlakken worden gemaakt met geknipte vellen, ecoline, acryl, aquarel of gewoon gelijk digitaal ingekleurd. Bijvoorbeeld rare vogels. Dit boek maakte ik samen met Esther Kant. Zij schreef het verhaal. Het gaat over een gezin met een zorgintensief kind en hun leven samen. Het verhaal is met eerlijkheid en liefde geschreven, maar soms is het ook gewoon moeilijk. En om het verhaal hapbaarder te maken, heb ik het hele verhaal geplaatst in de dierenwereld van de rare vogels. Ik maak niet alleen illustraties voor boekwerken, maar ik vormgeef ze ook. Dat kun je bijvoorbeeld zien bij rare vogels, waar ik zowel de tekst als het beeld een plaats heb gegeven. Maar bijvoorbeeld ook bij een verhaal waar ik nu mee bezig ben. De tekst stond al vast, maar de illustraties en de tekst lopen vloeiend samen. Verder houd ik me niet alleen bezig met de verhalen van andere mensen, maar schrijf ik ook zelf verhalen voor kinderboeken. Op dit moment ben ik bezig met de serie Lang Alleen. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot ziens.